Dat verscherpte toegangsbeveiliging niet altijd ten koste hoeft te gaan van gastvrijheid, bewijst Boon Edam bij het hoofdkantoor van Liberty Global, 's werelds grootste aanbieder van kabelnetwerken en in Nederland bekend van Vodafone Ziggo. Fraaie en op de architectuur afgestemde oplossingen laten medewerkers ongehinderd passeren, maar houden niet aangemelde bezoekers onverbiddelijk tegen. We spraken hierover met Corporate Security Manager Simon Kuitert. De beveiliging is verscherpt. Wat is er zoal veranderd op toegangsgebied? Voorheen hadden wij deze speedlanes niet. Dat betekent dat het kantoorgebouw eigenlijk heel erg open was en vrij toegankelijk voor eigenlijk Jan en alle man. Maar dus ook voor onbevoegden. Receptie had niet altijd in de gaten wie er naar binnen kwam. En veel bezoekers kwamen eigenlijk onaangemeld, zelfstandig het gebouw in, namen ergens plaats en begonnen dan te bellen met voor degene wie ze op bezoek kwamen. Dus ja, we hadden ook het risico op onbevoegde toegang tot onze panden. En dat wilden we voorkomen. En ik heb daar gekozen voor dit concept met de speedlanes van Boon Edam. Het was in 2015 dat we eigenlijk begonnen, in gesprek zijn geraakt met Boon Edam. En we hebben gekozen voor deze speedlanes omdat het destijds een nieuw product was van Boon Edam. Maar ik vond ze erg goed passen qua vormgeving en esthetica bij de uitstraling van Liberty Global, van onze nieuwe kantoorpand. En ja, ik moet zeggen, ze voldoen uitermate goed. Dat is precies datgene wat we nodig hebben. Dat is een effectieve beveiligingsmaatregel gebleken. Maar spring jij niet makkelijk overheen? Het is geen echte high security. We hebben ook bewust gekozen voor een wat lagere opstelling. Je ziet ook wel eens dat speedlanes een uitvoering hebben van glazen panelen van 1,20 meter of 1,80 meter. We hebben bewust gekozen voor een opstelling van ongeveer 95 centimeter hoog. Met het risico dat ze wellicht overklimbaar of overspringbaar zijn. Maar onze speedlanes worden uitsluitend gebruikt onder direct toezicht van receptiebeveiligingspersoneel. Dus mocht zich een situatie voordoen dat iemand er overheen klimt of overheen springt, dan is er altijd een interventie mogelijk vanuit onze security afdeling. Kan je er niet even snel met z'n tweeën doorheen? De speedlanes zijn voorzien van een anti-tailgate beveiliging. Dat betekent indien er iemand achteraan loopt zonder pas, dat die gedetecteerd wordt door een van de sensoren in de speedlane. Dan gaat er een akoestisch signaal af bij de beveiligingsbalie. En ook dan zal de securitybeamte getriggerd worden en kunnen ingrijpen, kijken wat er aan de hand is. Hoe zit het met de gebouwen waar geen toezicht door security is? En ook de toegang van dit gebouw was vroeger voorzien van een normale schuifdeur, weliswaar voorzien met een kaartlezer. We hebben gekozen voor die ingangen van die gebouwen, voor de security draaideur van Boon Edam type Tourlock 180. En ook die zijn voorzien van een anti-tailgate alarm, dus onbevoegd binnentreden langs die deuren is ook niet meer mogelijk. Ze hebben een doorloopcapaciteit van ongeveer 25 personen per minuut. Dus dat betekent dat er nooit oponthoud is en we ook kunnen volstaan met één deur als toegangsdeur. Er is eigenlijk nooit filevorming. Hoe bent u gekomen tot de keuze van Boon Edam als leverancier? Bewust voor Boon Edam gekozen vanwege zeg maar de reputatie van Boon Edam. Staat bij mij als security manager toch bekend als een kwaliteitsbedrijf. We leveren duurzame, innovatieve producten. Nou, Liberty Global is zelf ook een innovatief bedrijf. En ik vond qua esthetica deze speedlines ook erg goed passen in de hele uitstraling van onze nieuwe kantooromgeving. En ja, wat dat betreft voldoen ze uitermate goed in ons concept.